Ja, Jurjan, gefeliciteerd met de overwinning op Dovo, 1-0. Na de eerste helft dacht ik van ja, weet je, de eerste helft was gewoon duidelijk voor Excelsior 31. Dovo komt hier met één doel om te counteren en misschien een doelpunt te maken. Denk jij er ook zo over? Ja, maar dat wisten we van tevoren ook wel, hè. De situatie waar Dovo in zit is natuurlijk een hele lastige situatie voor hun. En dat lees je ook wel, hè, uit interviews vanuit de trainer en hè, spelers. Van ja, hè, we moeten het compact bij elkaar houden. Hè, we moeten verdedigend spelen vanuit de omschakeling. Hè, de afgelopen wedstrijden. Ja, dan weet je dat ze hierheen komen om, hè, als ze een punt kunnen pakken, is voor hun een winstpunt misschien aan het begin van de wedstrijd. En ze begonnen inderdaad wel vrij verdedigend. En dat maakt het ook wel lastig voor ons natuurlijk. Hè. Kijk, de eerste helft was waren wij de betere. Zonder veel hele grote kansen te creëren. Wel wat mogelijkheden. Hè. Een afgekeurde goal nog. Kans met Derian. En de rust ook gezegd van we doen het goed. Het is oké. Maar er moet eigenlijk hetzelfde vooral als de uitwedstrijd daar. Er moet een tandje bij. Hoog tempo spelen. Sneller van kant wisselen. Er lagen wel wat ruimtes achter hun twee middenvelders. En tussen hun verdediging en achter hun twee middenvelders. Ja, daar moeten we komen. Nou ja, uiteindelijk de eerste helft. Ja, dat leek me wel duidelijk. Ja, ja, dan ga je de rust in met 0-0. Eigenlijk is de wedstrijd moet tot ontbranding komen met een doelpunt. En die kwam er ook in de 62e minuut, Hielke. Ja, gelukkig wel. Ja. Ja, inderdaad, goede goal uiteindelijk ook. Hè. Vanuit links hier bij Vincent een overtreding. Waar we het eigenlijk ook wel over hebben gehad. Hè. Verplaatsen naar de andere kant. Jasper in de diepte. En Jasper legt hem terug. En hij valt daar volgens mij tussen wat mensen. En hij komt bij Hielke. Nou ja, Penteman 1-0. Ja, weer Penteman. En ja, dan is het eigenlijk wachten op de 2-0, vind ik zelf. Ja, ik moet wel zeggen, de tweede helft hadden we wel meer moeite met Dovo. In de zin van, we raakten de grip een beetje kwijt op het middenveld. Dovo kon wat gemakkelijker doorvoetballen. Daar hadden we wat moeite mee. Maar niet dat dan ook echt tot hele grote kansen van Dovo resulteerde, zeg maar. Hè. Ook wel de laatste fase van de wedstrijd zijn hun wel aan het drukken. Hè. Brengen ze ballen diep van achteren, diep bij ons in de 16. Maar ik heb eigenlijk niet het gevoel gehad, en dat is misschien makkelijk zeggen, hè, nadat je 1-0 wint, dat we hem nog tegen zouden krijgen. Hè. Want centraal met Niek en Pim stond het gewoon hartstikke goed. Dus over de tweede helft vind ik dat we de grip daar een beetje verliezen. Ja, en inderdaad wachten op de 2-0. Nou ja, die hadden we zeker kunnen maken. Ja, je hebt het over Pim en Niek, daar wou ik het eigenlijk net over hebben. Het is gewoon een heel goed duo. Blijkt het hele seizoen al. Ja, ze halen ook bijna alles weg en ze geven ook weinig weg. Nee, maar dat stond geweldig. Dat stond geweldig. Die twee hebben het hartstikke goed gedaan vandaag. Maar ook een Lucas, hè, die hier thuis tegen Staphorst 2 weken geleden dat ook prima invult. Hè. Dus wat dat betreft doen de centrale verdedigers dat gewoon hartstikke goed. Ja, je brengt er extra aanvallers in. Een goede zet. Op een gegeven moment Dovo moet komen. Hè, want ze willen toch voor die 1-1 gaan. Ja, dan krijg je kansen. En die worden helaas niet gemaakt. Ja, helaas. Ja, dat is jammer. Dat is jammer. Maar ja, uiteindelijk hebben ze er alles aan gedaan met elkaar. En ja, dan kun je ze ook wel eens missen. Het zou wel lekker zijn geweest als we nou hier met 3-0 hadden gestaan. Maar ja, aan de andere kant. Het is 3 punten. En die hebben we maar weer. En dat is wel fijn. Ja, de uitslag vergeet je zo 1-0 of 1-0 of 3-0 is. Je hebt gewoon 3 punten te pakken. Maar dat is wel waar het om gaat. We hebben een lange periode nou, of een korte periode met veel wedstrijden. Afgelopen week ook aftrap in de kleedkamer gedaan. Afgelopen maandag met 8 wedstrijden in 23 dagen. En de jongens gevraagd wat ze daarvan vonden. Nou, dan komen er wisselende reacties met dat is zwaar, schandalig, vervelend. Maar wel een feit. Maar wel een feit inderdaad. En uiteindelijk hebben we ook met elkaar afgesproken van we kunnen gaan zeggen dat het zwaar is, dat het zwaar gaat worden, dat het veel is. Maar dan zal ik je 1 ding vertellen, dan wordt het ook zwaar. Dus we hebben met elkaar besproken van het zijn veel wedstrijden, dat klopt. Maar een mooi moment om in een korte tijd een geweldige serie met elkaar neer te zetten. En zo zijn we maandag begonnen. Zo zijn we vandaag de bespreking begonnen. Om het samen met elkaar in een korte tijd een geweldige serie neer te zetten. Nou, en daar is, vandaag de aftrap van. En we hebben 3 punten gepakt. En dat is waar het om gaat. Ja, je hebt een grote brede selectie. Dus wat dat betreft, als je 8 wedstrijden speelt in 23 dagen.
heb je ook nog mogelijkheden om andere opstellingen neer te zetten? We hebben iedereen nodig. We hebben iedereen nodig. En het mooie is dat we op dit moment iedereen fit hebben. Behalve Stijn. Nou, die zit er ook heel kort tegenaan. Als alles een beetje mee zit, kan Stijn misschien volgende week al wel aansluiten. Ja, dat is wel fijn in deze periode met veel wedstrijden. En nogmaals, we hebben iedereen nodig. En dat heb je vandaag ook weer gezien. Nogmaals gefeliciteerd. En op naar dinsdag. En we zijn er weer bij met Excelsior 1 TV. Hartstikke mooi. Dankjewel. Goed weekend. Oké, hetzelfde.